Picasso, Neil Jewelry is online! Beautiful! Beautifully! De dolgeur komt natuurlijk weer terug, die kennen jullie. En daarbij... Are you ready? Too well. Want we hebben vanavond ons bedrijfsfeestje. Are we ready? Zo leuk. Kaal, want alles roze is. We hebben een bolletje. Wat doen wij met kerst? Nou jongens, wat niet beperkt. Nou, flamingo's, tijgerballen, eigenlijk echt van alles wat. En wij kopen altijd een gekste cadeaus voor kerst, meer dan onze verjaardag. We zijn eigenlijk een beetje Amerikaans. Zag je nog mijn buik of nog niet? Nee. Oké. Welkom weer bij onze nieuwste reisvlog. Op deze zondagmorgen. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. In deze vlog ga je zien hoe wij onze nieuwe sieraden collectie gaan shooten bij Cooper. Bij Cooper. Cooper thuis. Cooper in de studio thuis. Voelt wel als thuis. Ook gaan wij met ons leuke Reiners team en Airbus team een bedrijfsuitje doen bij het CISO Lounge in Zandvoort, sushi restaurant. Lanceren wij onze nieuwe beauty producten, onze geurstokjes, bodybutters, geur, shower foam. En shower foam, hierover straks meer. En beantwoord ik onder andere al jullie vragen over het Glay & Glow masker. Dus ben jij benieuwd? Blijf dan kijken. Ook vinden jullie dat wij gewoon de 40 abonnees moeten halen voor het 40? Einde. 40.000 40.000 abonnees moet behalen voor einde van het jaar. Dus wij willen wij doen ermee weer een grote winactie doen. En dan gaan wij een leuk pakketje samenstellen met onze sieraden en alle beautyproducten. Dus ik wil jouw hond heel hard blaffen. Dan moet je wel zeggen, shit, de rot hond op jij zeg. Ze hoort ons gewoon. Oké. Love. Reiners. Ik ga sowieso mijn nagels doen in het weekend. Ja. Marie en ik zijn nu bij Cooper. Wij gaan de sieraden. Andere kant. Oh nee, toch niet. Ik heb zo'n daglicht. Wij gaan de sieraden vandaag fotograferen. Hoe leuk. Alle beelden. En ik heb vandaag Stinky mee, hè, Stink. Are we ready for the cold? Wat was dat voor oerkreet? Lekker heerlijk weertje hebben we uitgekozen vandaag. Om lekker te shooten. Oh, moet jij in de regen staan? Ja. Oh, wat erg. Wel beeldig. Ik ga de parasol verpakken. Parasol? Arme Cooper. Als het nog kettetje is, kan ik mijn haar in. Kijk naar beneden. Harley heeft vandaag de make-up gedaan. Beautiful. En gaat het lekker? Ziet u er wel bij? Even scherp stellen hoor, die van mij is niet zo snel. Beautiful. Prima toch? Kijk, alleen nog van het kettingje dan. We hebben nu een nieuwe jewelry. Echt helemaal awesome. Dit kerstjurkje is trouwens ook echt perfect. Oh ja. Sorry. Die lange nagels. Weet je hoe moeilijk kan het zijn bij je? Zo, niet bewegen. Mooi. Even ondertussen chicken skin. Nee, te koud. Laat even zien. Kijk, we hebben nu een Reiners kettingje met diamantjes. En deze head logo's. En mijn lock bracelet. En de bangles. Ik draag nu ook het Reiners kettingje. Lachen. Leuk. Met de bangles. We moeten even wachten, Jules. Of niet? Ik ben niet klaar. En deze. Plaatje. Zo blij mee. We zijn nu alle Reiners hier aan het zoeken. En we hebben nu alles dus met steentjes. En het is zo leuk, jongens. Oh my god. We kunnen ook niet wachten om het beeldmateriaal met jullie te delen. En het is natuurlijk ook te leuk als duimpje. En ik heb dan ook een soort bengels erbij om. Ga je eerst eten, Sjoel? Ga je eerst heel eten? Duim. Even een hapje. Niet op je lipstift, hè? Kijk even naar je ketting. Inkijk. Ja. Oké. Okay. Sjoel draagt een kerstjurk van de Reiners. En ik heb even mijn schoenen zo aangedaan. Sjoel is squats aan het doen, aangezien ze het anders koud heeft. En nu heeft ze de focus op iets anders, hè, Sjoel? Ja. Laat even je oorbellen zien aan mij. Wij hebben Reinders oorbellen weer, maar dan nu met die steentjes. Lovely. Ze zijn echt leuk. Ze staan echt mooi. Moet ik vanavond in doen. We're so happy because our new jewelry is online. Doe even je arm omhoog. Nee, echt van leuk. We zijn allebei onze kerstcollectie met kerstjurken. Nou, dit is een beetje bof. We zijn ready voor. Dank u. Dank u. Dat was aardig. We hebben onze nieuwe Reiners erin. En ik dacht dat we armbanden moesten maken. We zijn allebei naar persoonlijke zin in Reiners. Marie is in het goud. Gold.
En I'm in zilver. Matching met mijn oogschaduw, hè? Ja. Hoe lief. Mijn twee liefdes. Pinky in een versartje coat gewikkeld. Hoi Stink. Ik heb heel leuk nieuws voor jullie. Oftewel, Sjil en ik. Ik hou ze nu echt een beetje als een rare iemand vast in mijn camera. Wij hebben een body butter van de Reiners Dolgeur. Oh my god. Geurstokjes. Voor een huis. De dolgeur komt natuurlijk weer terug. Die kennen jullie. En daarbij. De shower. Dus nu zijn we 1,5 Dus we eerst de shower van. Dan de body butter. Geur. Dan de geur. En deze voor in huis. Rechter maar die. Ja. Hou ik handmodel. Switch. Switch. Je achterin. Hoe blij ben je? Ik ben zo blij. We zijn klaar met shotten. Thanks Koppie. Oeh, koud. Oké, we gaan naar binnen. Aard chicken skin. Eentje naar voren. Eentje terug. Ja, ja, zo dat ik net ook. Hoe mooi is Kim Kardashian zonder make-up? Chill. Een eigen elefant. Nou ja, ik kwam het toch wel tegen voor de mensen die ze afvragen. Oh, maar serieus. Ja, maar ja, misschien moet jij dan. Ik moest in jouw hoef. Hoezo moest jij in mijn hoek? Omdat ik hier net ook al zat. Meer naar rechts. Mijn hier rechts op jouw rechts. Ja. One big happy family. Jezus. Gedoe. Oké, okay, hoe was de shoot bij Cooper in zijn studio? Nou, eigenlijk gaat altijd alles altijd goed bij Cooper. Alleen we hadden dus een hele regenachtige dag uitgekozen. Dus wij shooten altijd met het luik open voor het beste licht. Ja, wij vinden daglicht namelijk het mooiste met shooten. Dus Cooper moest nu in de regen gaan staan. Sorry Cooper. Maar hij had gelukkig een hoodie op. En wij zijn denk ik 3 uurtjes bezig geweest. Ja, om even alle sieraden te fotograferen. En ook allemaal close-ups te maken. Onder andere deze leuke bangle. Ja, wij combineren dus nu die steentjes met die normale banden. Dat vinden wij eigenlijk leuk voor de afwisseling. Ja, en dat zie je dus ook op de foto's hoe wij het combineren allemaal samen en ook op de webshop. En super leuk om je kerstoutfit op te leuken, maar ook gewoon leuk voor als je er gewoon alledaags een beetje een leuk glimmertje. Ik heb dan zilver momenteel draag ik. Oh ja. En ik heb goud. En Marie heeft goud. Maar ik wil nog aan de andere kant gouden. Dan heb ik een zilveren deze kant en een gouden die kant. Vind ik het leukste. Dus die staan nu online. Die kun je nu bestellen. Het is allemaal met steentjes. Het zijn geen Swarovski stenen voor de mensen die het vroegen. En ik zou er niet mee douchen of parfum op spuiten. Want dan worden de steentjes dof of vallen ze uit. Ja. Dus. Dat is het. Ja. En die zijn net nieuw. Dus die kunnen jullie al bestellen op onze website. Wat is jullie favoriete item? Oh. Ik heb die momenteel niet in. Het zijn eigenlijk die oorbellen met Rijn en Ders in stenen. Ja, en deze bangle draag ik wel echt alledaags. Dus misschien ook wel de armband. Met diamantjes vind ik dit echt wel zeker de meest favoriete tot nu toe. Valt ook het meest op met die glimmers. Ja, die en knopjes die shimmers vind ik ook weer heel erg leuk. Ja, die hebben we ook allebei in. Dat is ook gewoon voor alledaags. Eigenlijk maakt niet zoveel uit, maar met kerst vinden we altijd grote oorbellen het mooist. En feestjes. Ja. En voor kantoor een beetje wat subtieler. Ik denk dat het is. Goed geantwoord. Maar ik heb sowieso goud en jij bent van de zilver. Ja, ik leg alles door elkaar heen. Ik heb goud, zilver. Ik heb alles door elkaar eigenlijk. Ook om nek. Wit goud dan wel, maar mensen denken dat het zilver is. Alles wat wij dragen tijdens de shoot en al onze items uit de kerstcollectie. En wat leuk is dat jullie deze vlog kijken. Al onze outfits wat wij dragen tijdens de shoot is nu met 30% korting. En als je het nog maandag bestelt, dan kan je het eventueel nog dinsdag in huis hebben. Dinsdag of woensdag. Dus dan zou je het de laatste kerstdag aan kunnen. Hoe leuk is dat? Wij dragen gewoon van elke jurkje maat S. En het is gewoon ook verkrijgbaar bij onze verkooppunten natuurlijk. Is niet alleen online. Dus kan je nog snel je kerstoutfit scoren met een leuke sale. Wie wil dat nou niet? Dan, we hadden heel veel vragen over onze bodyproducten. Dus dit zullen wij ook eventjes aan jullie vertellen. Wat wij allemaal hebben. Nou, de geur pak ik er niet bij. Want die weten jullie al. We hebben onder andere een body butter. We kregen heel vaak de vraag. Wat is nou het verschil tussen een body butter en een body lotion? Ja. Nou, een body butter is dus veel dikker qua substantie. Zoals je ziet. En wij vinden het zelf altijd heerlijker, lekker smeren. Het is in de geur van de Dol. Onze geurnoten van onze geur zijn onder andere vanille, amandel en kokos en denk ik wel de hoofdmoot. En ook jasmijn. En jasmijn, dus een beetje ook witte bloemen, een beetje feeling, een beetje poederachtig. Dus niet heel erg heftig. Nee. En waardoor is de body butter €39,95? Het is wat duurzamer voor ons om het te maken, aangezien we niet zo groot zijn als de meeste merken met de beautyproducten. Dus waar jullie gewend van zijn. En het is allemaal natuurlijk goed gekeurd, goed getest. Dus vandaar dat hij €39,95 is. En ook door de milliliters. Deze is volgens mij 250 milliliter. Ja. Dus je doet er ook heel erg lang mee. Het is echt het geld waard. Dus try it out. En dan hebben we in huis nog deze enige geurstokjes staan. En we hebben al heel veel leuke instories gezien dat jullie thuis hebben geplaatst. We zouden ook veel meer willen ontvangen. Dus we hebben eigenlijk 3 nieuwe beautyproducten gelanceerd. De shower foam. Ja, dan doe je ook nog eens wat. Dan had je het ook vast. De body butter en de geurstokjes. Zal ik laten zien hoeveel de shower foam is? Dat mag jij van mij laten zien. Dat vind jij enig om te doen. Maar dan moet je alleen weer opstaan. Dus... Nee hoor, dan laat ik gewoon met mijn hand. Ik ga niet zien. Are you ready? Doe wel.
Ja, hij is enig. Het is enig. Het is zo fluffy, you want it all. Kijk hoe leuk. Het blijft ook zitten. Nog wel. Oké, let's move on. Jeetje. Zo slim dit ook. Dus het is allemaal nu te bestellen online en in de winkels. Verkrijgbaar. Verkrijgbaar. Echt irritant vandaag. Oké. Ik ben net thuis na het shooten met Cooper. Ik heb natuurlijk nog de make-up opgehouden. Want we hebben vanavond ons bedrijfsfeestje. Wij gaan met ons hele team, het Reiners en Ervers team, gaan wij gezellig het eten bij CISO. Die heeft een heel leuk feest georganiseerd. Ook met Brace die komt optreden. En verschillende artiesten en DJ's. Dus als team komt straks bij ons omkleden bij mij thuis. Ons bedoel ik gewoon mij thuis. En ik weet nog niet echt precies wat ik aan ga doen. Ons vriendinnetje Romy, oftewel Bird, die jullie al eerder hebben gezien, is een nieuw label uitgebracht. Unique the Label. En dit heerlijk mooie feestelijke jurkjes. Dus misschien gaan we dat aan doen. En anders de kerstcollectie van Reiners. Dus ik ga nu eventjes kijken. Ik wacht even tot iedereen er is. Stilte voor de storm. En Frank, wat vind jij ervan? Ben je moe? Frankie is ook alweer heel groot geworden. Knappertje. Kom. Oh. Ben je mama's kindje? Ja. Ik kan nu al niet meer zonder Frankie. Heb ik het ooit alleen van met jullie gedaan? Hij is zo lief knuffelig. En je bent mijn vriend, hè? Lekker de hele dag liefst wil hij zo liggen. Nou, ik ben gelukkig al in de make-up, dat is het scheelt. Ik weet nog niet wat ik met mijn haar ga doen. En verder moet ik even kijken wat voor tasjes ik kan gaan doen. Met welke schoenen. Ik heb niet zo heel veel hakken hier staan. Dus dat wordt een probleem. Maar ja, het komt vast wel weer goed, hoop ik. Gittelaars heeft volgens mij Sjoe ook nog. Dan moet ik haar eventjes gaan bellen. Tot zo. Oké, daar gaan wij. Let's go. Jongens. Dat is famous, ook in de Emmys. Oh, wait. Are we ready? Ready for Rambo. Woohoo! Hello! All the girls! Ready! Hey, boys! Zizo, let's go! Zizo, let's go! Hello! Bedrijfsuitje gehad bij CISO. Dat was super gezellig. Ze zijn alle meiden en jongens daarheen gegaan. Voor de kerstop ook om te vieren en het goede jaar af te sluiten. En heb je altijd heerlijke sushi. Er waren performance van Brace onder andere. En was super gezellig met z'n allen. Harry had ook een kaartje gekocht, maar die hoort toch een beetje bij het team. Dus die is ook bij ons blijven hangen, wat super leuk is. Was ook heel gezellig. En iedereen had zijn best gedaan voor zijn outfitjes. Heerlijk gegeten. Dus al met al was het een leuke avond om kerst te vieren. En lekker dichtbij. En wat hadden we aan? Ik had mijn I Am Jet Leeuwpak aan, waar ik heel veel vraagjes over heb gekregen. Momenteel is die uitverkocht, meisjes. Dus ja, ik kan jullie niet heel veel verder helpen. Maar ik heb wel een heel leuk mailtje. Onder andere onze vriendin Bird, oftewel ook van Eddie's, waar we altijd onze meet and greets doen, heeft nu een nieuwe fashion label. Unique the Label. Unique the Label. En daar had ik dus het gouden shiny jurkje vandaan met schoudervulling. Daar had ik ook heel veel vragen. Ik heb ook heel veel vragen op Instagram. Maar als je dat jurkje wil shoppen, dan moet je even naar Unique the Label. En wij droegen maat XS van het jurkje, want dan zit hij wat strakker. Dus ja, dan weten jullie het ook meteen. Ik heb een pakketje binnen. En dit is nou niet echt handig om met één hand open te maken. Oh my god. Wait a minute. Zo, dit is beter, guys. Ik heb hem even opengemaakt. Let the glow begin. Ik heb een kerstpakketje gekregen. Oh, dit is zo leuk. Ho, ho, ho. Let it
Glow. En dat zit dan zo in deze verpakking. En dit is echt super cute met een strik erop. Dus als jij nog een leuk kerstcadeautje wil voor onder de boom, ziet het toch echt veelbig uit. Ik ga nu weer eventjes opdoen. Zoals jullie weten, Sessie en ik weer druk in het inkoopseizoen. En we zijn nu ook druk bezig met de voorbereiding voor onze kerst. Zo. Zoals jullie weten, is jullie al een tijdje Glen Glow gaan gebruiken. Deze, Glen Glow. En nu hebben ze een hele leuke kersteditie Glen Glow. Met dus een verpakkingetje, een strikje. Voor de kerst. En met onze code Reinders5 krijg je dus 50% korting nog voor de feestdagen als leuk kerstcadeau. Dus heb je nog iets voor onder de boom, is het een goede tip. En we hebben toch nog heel veel mensen die niet weten wat Glen Glow inhoudt. En wat wij voor ons gezicht doen. Dus ik ga nu eerst mijn make-up eraf halen. En daar heb ik ook wel heel veel vragen over met welk product ik dat doe. Dat is onder andere met L'Oreal. En het is dan roos met jasmijn. En daarna heb ik dan ook deze tonic en een milk. En ik haal het altijd in mijn handen eraf. Echt heel erg. Dus ik ga eerst even mijn make-up eraf halen. Zodat ik een schone huid heb voor het masker. We hebben vandaag weer een hele drukke inkoopdag. Als jullie trappelingetjes horen, of dat is dan mijn hond Frank. Wij verklaren mijn mensen, dan begin ik dit met een handdoek doen. Eén helft wel, één helft niet. Maar ik vind het gewoon het lekkerste. Ik hou niet van watjes. Veel te weinig. Zoals je weet gebruik ik al een tijd een Glen Glow. Ik ben er echt heel tevreden over. Voor mijn huid ook gewoon voor mezelf een verwenmomentje te geven. En ook leuk om gewoon te doen onder andere met Shield dan samen. Dat ze even op de bank zitten. Dat je het gewoon even met z'n tweetjes op kan doen. First copy. Zo leuk. Kaal van alles roze is. Klein potje. Voor mij is het ook echt precies dezelfde kleur als mijn nagels nu. At the moment. Ik ga nu mijn Glen Glow mijn even eigen verwendmomentje even mijn maskertje opdoen. Daar heb ik ook een bijpassend kwastje bij. En die maak ik iedere keer schoon met lauw water, warm water. En het ruikt zo natuurlijk ook. En dit doe ik denk ik 1 keer in de 2 weken. Nu eventjes gewoon wat ik druk ben met de inkoopperiode. En nu is het ook weer laat. 8:30. Ik heb nog net een uurtje thuis en wat gegeten. Vind ik het gewoon lekker om eventjes op de bank met een maskertje te zitten. En aangezien het zo snel droog, hoef je ook niet urenlang te wachten. En mijn nagels worden nu ook niet zo'n soort kwastje. Dus curls met hele lange nagels. Ik had jou. Ach, lekker. Het is ook zo lekker koud. En je ziet eigenlijk al hoe snel ik klaar ben met dat kwastje om het erop te doen. Ik vind soms ook in mijn spiegel te kijken naar mezelf. Soms kan ik een beetje van mijn schil kijken in plaats van mijn vloggen. En ik gebruik het voornamelijk gewoon om mijn huid te hydrateren. Er zitten geen parabenen in, dus geen enge dingen. Of dat je zegt, het is allemaal op een natuurlijke basis. En ook juist voor mijn mee-eters. En ik heb niet een hele lastige huid, maar ik heb wel soms gewoon puistjes. En dan droog ik het ook gewoon mee uit. Je kan het soms ook, misschien wel een hele goede tip. Je hoeft natuurlijk niet ooit een masker te doen, helemaal. Soms doe ik ook hier een paar, gewoon heb als ik puistjes heb, bijvoorbeeld gewoon een paar aantippen. En dan maak je ze toch wel wat droger. Dus je hoeft natuurlijk niet altijd je hele gezicht te doen. Je kan natuurlijk ook bijvoorbeeld alleen je neus doen voor de zon, even voor je mee-eters, voor je poriën. Dus dat doe ik soms ook wel. Oké, ik heb heel veel vragen over hoe ik het kwastje dan schoon maak. Schoon eigenlijk met warm water. Tada, dan is hij weer helemaal schoon. Merk je niks van. Nu ga ik dus eventjes een kwartiertje het in laten trekken tot het helemaal droog wordt. Dan even mijn haar fatsoeneren misschien later. Dat is toch mijn knotje. Maar nu zie je al dat het helemaal egaal is. En het wordt hier allemaal droger. Op de plekken waar ik natuurlijk als eerste heb gesmeerd. Dus dan zien jullie mij zo terug. Met een droog gezichtje. In de tussentijd dat ik toch mijn gezichtje heb. In de plamuur. Van Glen Glow. Moet ik mijn kledingkamer. Help. Dit is dan heel eventjes time being nu. Hoe mijn kledingkamer eruit ziet. Ik heb hier eigenlijk dingen opgegooid. En al die haken zijn er afgevallen. Al mijn kleding op de grond. Dit is nog helemaal een troep. Al mijn tassen. Deze zak ga ik wegdoen. Met mijn haar erop. Ik zal niet weten waarom. En daar heb ik ook nog een hoek tassen staan. Het was zo georganiseerd. Maar dat is het niet meer. Jij bent ook al lang niet in de vlog geweest. Nee, je bent nog mijn allereerste prinsesje. Ja, ze denkt laat me met rust. Je ziet dat mijn gezicht nu al wat droger wordt. We zijn inmiddels denk ik nu 5 minuutjes verder. Je voelt het ook een beetje trekken. Dus ik dacht, ik ga die een beetje opruimen. Ik vraag ook heel veel vragen over dit t-shirt. Dit is van Billie Eilish, X Bershka. Volgens mij is het gewoon een mannen t-shirt, maar ik vind dat nooit zo erg. En ik draag de grootste maat. Volgens mij is dat L. En ik moet een beetje in het huis gaan opruimen. Ik heb al mijn kerstboom opgezet. Kijk hoe cute. En het eerste kerstcadeautje ligt daaronder. En ik heb voornamelijk echt allemaal poedeltjes wat ik echt beeldig vind. En ik heb nu ook de Victor en Rolf collectie met de HEMA. Een paar dingen gekocht. Nou, flamingo's, tijgerballen. Eigenlijk heb ik echt van alles wat. Hier is mijn olifant waar ik ook heel trots op ben. In Antwerpen gekocht. En al die vogeltjes vind ik ook echt beeldig. En ik vind het leukste als het zo donker is. Dat je al die lampjes ziet. Hey Frank. Ik heb expres voor deze terror onderste ding geen kerstballen. Nou, zo min mogelijk, want hij eet alles op. Dan moet je. Dan moet je. Kijk eens dit iedere keer. Meteen. Ja. Wil je aandacht van mama? Ga ik nu eventjes opruimen. Tot zo. Nou, je kan wel zien dat Marie de shower van het allerleukste vindt. Jezus.
We zijn momenteel ook begonnen met ons inkoopseizoen. Wat houdt het in dat al onze klanten nu bij ons op de showroom komen? In de maanden december en januari. Dus we zijn al druk bezig. En onze nieuwste wintercollectie van 2020 al verkopen. Dus we hebben al heel veel mooie nieuwe designs op jullie te wachten staan. En dit laten we natuurlijk nog niet zien, want het is nog een sneak peek. Wel kregen we heel veel vragen van de meiden of van iedereen om meer het ontwerpproces te laten zien in onze vlogs. We gaan het zeker meenemen. Alleen kunnen we helaas nog niet laten zien wat er nu hangt, aangezien het wordt nagemaakt. Maar we gaan het wel allemaal opnemen in China, zodat het van volgende jaar augustus kunnen we het dan laten zien. Ja. Hoe wij een beetje aan de slag zijn met de designs en het ontwerpen. En hoe op de ideeën komen. Dus daar gaan we zeker wat mee doen. En als jullie ook nog denken, wat heb je aan? Wat heb je ook nog helemaal niet laten zien. Wij hebben onze nieuwste sweatjes aan. Ook van de nieuwe collectie dat in januari, februari Dit model kennen jullie al. Dit model kennen jullie al. Onze trekking sweater met de rijnersteen. Alleen is onze vernielde sweater heeft Shiel aan. Het is one size. Dus iedereen past het. 1 maat. Met pailletjes en rijnersteen. En vallende sterren. I love it. Volgens mij bestaan er geen vallende sterren. Dus vallende meteoriet. In ieder geval nieuwe sweaters. Oké, ik heb nu mijn masker al een kwartiertje ingetrokken. En sommige plekken zijn nog donker, maar dat heb ik gewoon te dik opgesmeurd. Het is gewoon wel helemaal droog, dat geeft niets meer af. Dus ik ga nu lekker mijn gezicht eraf halen. Ja, bij het adem door het opruimen. Ik heb mijn rek opgeruimd. En dat is dan een hele prestatie voor mij. Wie herkent het nog meer? Dat je de was doet, maar dat je ook die wasmand laat staan. En ik doe altijd alles in etappes, dus dan verplaats ik ergens mijn rots weer ergens anders. Ik heb die leuke broek heb ik nu hier opgehangen. Vond ik toch wel weer leuk. Dan moet ik toch weer morgen aan. En de rest is wel weer netjes gewoon. Dus ik ga nu even mijn masker eraf halen. Al die troepjes op de grond. Maar zo. Oké. Ik zie ook dat het helemaal gaat kreuken. Met een rimpelhoutje. En ik ga het nu even afhalen met warm water. En dan doe ik altijd eventjes dit haarbandje erbij om. Die het water in mijn haar komt. En ik heb, zoals ik, die niet goed kan wassen. Met zwarte was gewassen. Dus hij is nu een beetje grijs, maar het hoort wit te zijn. Helaas. Tot zo. Zo. Ik ben helemaal weer fris en fruity shake the body. Nu zie je ook dat alles eraf is. Ik heb weer een lekker schoon huidje. Ik voel het ook heel erg zacht aan. En ik heb echt nu echt serieus, wat ze altijd zeggen, clean glow, natural glow. Ik ben altijd wel heel erg lekker. En ik krijg ook altijd helemaal geen rode vlekken. Want ik heb altijd heel veel ergens een allergische huid. Of rituals nog niet tegen. Of maskers. Dus je voelt ook helemaal geen hitte. Of dat je het afhaalt, dat je warmte hebt. Dus ik ben er heel erg blij mee. En ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Ik wil het ook heel graag meer met jullie delen over ons beauty en haarroutine. En misschien wel make-up tutorials. We hebben heel veel vragen hierover. En dat willen we steeds meer met jullie gaan delen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat even weten onder de vlog wat je ervan vindt. En dus om dit met jou te vieren hebben we ook voor jullie iets leuks. Want er komt natuurlijk kerst aan. Als je deze vlog zit te bekijken is het volgende week alweer kerst. En daarvoor hebben we samen met de Bang Glow dat je 15% korting krijgt met de kortingscode Reiners15. En zie je ook even onder onze vlog de biografie en de link. Zodat je kan kijken waar je het kan aanschaffen. Misschien een lekker verwennmomentje met je moeder of je zusje of je nichtje. Of dat je het cadeau kan doen. En ik heb ook heel veel vragen gehad over mijn wenkbrauwen. Ik heb nu niks op. Je ziet ook dat de haartjes er nog steeds zitten. Alleen ik moet voor een refill. Nou, een second touch. Noem je dat? Tweede behandeling. Maar ik ben er nu echt heel erg tevreden mee. Dus nu als ik niks op heb. En je ziet gewoon dat ik gewoon goede wenkbrauwen al heb van mezelf. Maar dit is dus allemaal dat getekend van voor. En daar ben ik wel heel blij mee dat ik gewoon zo wakker word. Dus wij gaan bij Acacia Beauty over een maandje alweer de touch-up doen. Dan hebben we uiteindelijk het eindresultaat. Daar hebben we al heel veel DM-berichtjes over. Oh, en ik ben ondertussen ook heel verkouden, jongens. Dus sorry als ik een beetje... Not all blink. That's the reason. Ik zie ook in mijn filmpje nu net dat ik dus heb gemorst. Dus als jullie denken, wat is dat? Dit is nog mijn masker. That's sorry guys. En ik was echt, ik zie net heet dat ik iedere keer aan het spotten ben. Maar dat is dus omdat ik echt onwijs verkouden ben. Dus ik hoop niet dat jullie dat vervelend vinden iedere keer. Maar ja, ik kan er helaas niks aan doen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik ga nu lekker een theetje drinken. En Sean, ik ga morgen heel gezellig met alle meisjes naar... Oh, volgens mij zit het geweer verkeerd. La Olivia? La Olive. Want hier hebben we een kerstdiner, warm dinner show. We gaan morgen met z'n allen gezellig uit eten. Dus nemen we ook mee voor deze week vlog. Dus tot snel! Wat doen wij met kerst? Nou jongens, wat niet beperkt. Wij hebben... Ik heb zelf 4 kerstdagen. Kijk, 3. Nee, ook 4. Ik heb er 5. Juist, 5. Ik heb er 4, wat al heel veel is. Kerstavond ben ik... Ja, ben ik een oppassen op mijn hondjes. Ik ga met kerstavond naar schoolfamilie, naar een hotel. Eerste kerstdag zijn we met Jan onder andere, Lore, Liz, Tanja en iedereen. Kom jij ook dan? Ja, ik kom wel. Oh, ik kom ook. Ik ga eerst naar mijn ouders voor gezegd kerst vieren. En dan in de avond ben ik dus met Toetela Familia. Tweede kerstdag wordt met huis. We mogen eindelijk onze kerstcadeaus uitpakken. Ja, bij mama thuis. Jammer dat het zo laat is. Want dan kan ik mijn kerstoutfits niet aan. Ja, maar die weet al wat ze krijgen. Dat is heel jammer. Ook dit zal ik meenemen natuurlijk in de volgende vlog. Wat onze cadeaus allemaal voor elkaar zijn. En dan hebben we daarna nog dus de 4 kerstdag noemen wij dat. Dan hebben wij bij onze familie Chris. Nieuwenhuizen, Chris, Kroon. En duifjes. En dan heb ik nog die zaterdag bij Mike's vader kerst. Nou, dus 1,5 feest. Vier
vrienden en gezellig eten. Vooral heel veel eten. Maar kerst is ook echt wel ons ding. Als het daarom mee en mama ligt, hebben ze weer voor een hele straat gekookt. Ja, en wij kopen altijd de gekste cadeaus voor kerst. Meer dan onze verjaardag. We zijn eigenlijk een beetje Amerikaans. Ik had gelezen dat in Amerika 16 biljoen geld opgaat in kerstcadeaus. Nou, dat kan ik me zeker niet thuis vinden. Wij zijn nu ook echt alleen maar aan het shoppen bij de Bijenkorf onder andere. Want overal is het sale. Dus er worden heel veel leuke mooie cadeaus. Dus ben jij benieuwd wat we met kerst gaan doen volgende week? Moet je onze volgende week vlog kijken. En voornamelijk vinden we waarom wij eigenlijk kerst uit zo groot vinden. Omdat we het altijd belangrijk vinden dat we nog allemaal met elkaar zijn, gezond zijn. Gelukkig. En gelukkig. En daarvoor vieren we het altijd extra erg om dat nog eventjes te benadrukken. Ja, wij willen jullie ook allemaal hele fijne feestdagen wensen. En alvast... Nee, een gelukkig nieuwjaar. Daarvoor. Alvast heel veel lekker eten. Gelukkig veel kilo's toe geweest. Eten. En heerlijk met familie zijn. Kwaliteit. Ja. Lekker steeds. Dus wat gaan jullie volgende weekvlog voornamelijk zien? Is voornamelijk een hele weekvlog over de Reinerskerst. Ja, dus ben jij benieuwd? Blijf ons abonneren op ons YouTube-kanaal. Duimpjes omhoog. En... Want wij willen de 40.000 abonnees behalen voor het nieuwe jaar. En dat willen we doen door een grote winactie. Dus jullie mogen meedenken waar we denken voor onze nieuwe sieraden in de beautylijn. Om dat te gaan weggeven. En een heel mooi groot pakket te maken. Dus wil je dit winnen? Comment below. Love Reiners. Laat even hier nog een sweatertje zien. Dat zie je toch helemaal niet? Jawel, zie je wel. Leuk, met pailletten. I love it. Nou, ga je eindelijk die shower foam maar weghalen, manier? Ga blijven nog steeds, hè?